Op maandagavond moest voedseltopsport Antwerpen afreizen naar Roosdaal, waar ze in het kader van de reguliere competitie RSC Anderlecht partij moesten geven. Deze laatste werd wederom gesteund door Jonas, de allergrootste supporter van de thuisploeg. Voor de Antwerpenaren niet meteen een goed moment om net nu, een week voordat de thuisploeg de voorronde van de Champions League moet spelen, deze verplaatsing te maken. Neem daarbij nog dat de Rode Duivels thuis speelden, dan zie je dat meteen in de tribunes. Niet al te veel aandacht daar in Roosdaal. FC Antwerpen geeft de thuisploeg meteen een kerstcadeau. Het staat 1-0. RSCA is onder stoom gekomen en zo staat de 2-0 al snel op het scorebord. FC Antwerpen kan wel eens dreigen, maar het is de thuisploeg die al snel de 3-0 op het scorebord zet. Het gaat nog sneller in Roosdaal dan verwacht. De 4-0. FC Antwerpen moet de wet ter sterkste ondergaan en zo gaan we naar een ruststand van 7-1, waar alleen Moussaoui van Antwerpen via een 10 meter een goaltje kon maken. In de tweede periode is het opnieuw de thuisploeg die als eerste weet te scoren. Het staat ondertussen 8-1. Dubbele cijfers komen er niet en zo zien we Antwerp via Bilal Bouri nog tweemaal scoren. Al zal het nu vrijdag in, op en tegen Herentals veel beter moeten voor dit FC Antwerpen. Dat deze pot voedsel verliest met een uiteindelijk 9-3 eindscore. Ahmed Sebapti, ja, wat een eerste helft. Ja, we wisten sowieso dat het moeilijk ging worden. We zijn op het verkeerde moment naar Anderlecht gekomen. Omar Zoghegi er niet bij, geblesseerd. Jasper, die ziek was vandaag, moest die eigenlijk met gescheurde enkelbanden in doel staan. Nog wat spelers met pijntjes en kwaaltjes. Ja, dan krijg je die eerste helft. Je weet dat je top moet zijn. Je weet dat je 100% fit moet zijn. Je weet dat je geen fouten mag maken. Spijtig genoeg, alles wat fout kon lopen, is de eerste helft fout gelopen. En dan ga je die kleedkamer in. En dan probeer je nog alle moed te verzamelen om toch nog een goed figuur te slaan in die tweede helft. En oké, we hebben de tweede helft onze rug gerecht. We hebben gestreden voor wat we waard zijn. We hebben de schade kunnen beperken, maar één ding is duidelijk, op dit Anderlecht is dit jaar alweer geen maat. Ja, Ili, dan kom je naar RSC Anderlecht, sowieso de sterkste ploeg uit de competitie. Je weet dat er niks fout mag gaan, ja, en dan begin je zelf al met een heel vroeg kerstcadeau uit te delen. Hè. Ja, ik denk dat we dat dit seizoen al een paar keer aan de hand gehad hebben. Dat helpt natuurlijk niet om als je zeker naar een ander licht komt om zo'n doelpunt te slikken. Ik denk tot aan het doelpunt denk ik dat wij in de organisatie goed stonden. Ik denk niet dat we nog niet veel hadden weggegeven. Ja, en dan denk ik dat we een beetje mee aan het voetballen zijn op dat moment. We weten dat de eerste 4-5 minuten van Anderlecht altijd met heel, heel hoge pressing zit. En dan weten we dat we daar die eerste 4-5 minuten moeten doorkomen. En dat we dan eventueel een wedstrijd van kunnen maken. Als je dan zo'n doelpunt weggeeft, dan werkt alles averechts natuurlijk.